De maatschappij vraagt om een duurzaam, efficiënt en circulair bouwproces dat voldoet aan de nieuwste wetten en regelgeving. Daarvoor hebben we in de bouw- en technieksector standaarden, zoals de veelgebruikte NL-SFB-classificatie. Dit is een standaard voor het ordenen en filteren van bouw- en installatiedelen. Het is de basis tijdens alle fases van het bouwproces. Tijdens de initiatiefase bekijk je met de klant wat nodig is. Een vergaderzaal? Heel goed! Die vind je in de ruimtetabel van NLSFB. Bij het ontwerpen is het vervolgens mogelijk om de verschillende elementen te klassificeren. Daarna kun je producteisen en eigenschappen koppelen aan de elementen. Hiervoor sluit NLSFB aan op standaarden, zoals E-TIM en STABU. Een aannemer kan dit gebruiken voor bijvoorbeeld een begroting of planning. Ook tijdens onderhoud of inspecties is NLSFB de basis. Onder andere om de juiste elementen te vinden. Bovendien sluiten NEN-normen aan op NLSFB. Yeah. Mooi, alles in orde. Uiteindelijk komt NLSFB zelfs terug bij het hergebruik van elementen. Je ziet precies wat er in het gebouw zit en welke restwaarde er bijvoorbeeld aan gekoppeld is. En om te zorgen dat de basis de basis blijft, is er één centrale NLSFB-database die iedereen kan gebruiken. Meer weten? Kijk op ketenstandaard.nl.